volgende halte, de Griezelkamer. Ik zou me echt zorgen maken als ik niet zo bang was. Wat is dat? Oh, het zijn mijn knieën, die klapperen zo. Dat doet me altijd aan een bepaald spreekwoord denken. We hoeven voor niets anders angst te hebben dan voor de angst zelf. Nee, ik dacht meer aan zoiets als... Heer Howard, de paranormale activiteit in deze kamer duidt op de aanwezigheid van een geest. En ik ben er niet helemaal zeker van, maar ik geloof dat er hier spoken zijn. Wat een ontzettende slimme opmerking. Een spook in een boomhut. Waar zou het zich verstoppen? Ik ben niet bang voor spoken. Ik eet spoken voor ontbijt. Ja, met melk en suiker. Veel suiker. Wat? Hé, Stinky, waar ben je? Oh nee, ik geloof dat Stinky weg is. Stinky, dit is niet grappig. Ik weet dat je daar bent, Stinky. Ik kan je nog ruiken. Ik ben niet bang. Ik vind het leuk hier. Stinky, ben jij dat? Stinky, wat doe je daarboven? Ik? Oh, ik zoek naar spoken. Wist je dat ze erg graag in bomen zitten? Ja, het zijn boomspoken. Boomgeesten? Weet je zeker dat het geen apen waren? Kom op, Stinky. We zijn op voortavontuur en niet op jungle safari. Je bent dus niet bang voor spoken, hè? Dat is goed. Want ik heb jou wel een paar enge, griezelige verhaaltjes te vertellen. En we zouden niet willen dat je bang werd. Of wel soms. Maar eerst moet je de sleutelwoorden zoeken die in de balk hieronder staan. In de woordenbrei, hier op de muur. Wanneer je alle woorden hebt gevonden die onder op de balk op deze muur hier staan, dan vertel ik jou mijn enge griezelverhaal. Dus zoek de juiste letters om het woord te spellen, als je durft. Echt moeilijk. Je moet wel een woordtovenaar zijn om dit goed te doen. K-A-E K-A-M-E-R Kamer M-E-M-M-E-I-S-J-E Meisje V-R-O-E-G Vroeg Z-E-L-F Zelf U-I-T Uit V-A-S-T Vast Gefeliciteerd Puzzel opgelost De spiegel in Annette's kamer was net zo groot als zijzelf. Ze kon zichzelf van top tot teen bekijken. Als ze dicht bij de spiegel kwam, leek het net alsof de spiegel slechts een raam was naar een andere kamer. Een kamer die net zo was ingericht als de hare. Alleen dan in het spiegelbeeld. De tafel stond links in plaats van rechts van het bed. En het paard op de poster keek de andere kant op. Annette vond het schouwspel erg interessant.
Aan de andere kant van de spiegel leefde een meisje in precies dezelfde kamer als die van haar. En ze zag er ook nog hetzelfde uit als zijzelf. Als Annette ging slapen, ging zij slapen. Als Annette opstond, stond zij ook op. En als Annette alleen was en zich verveelde, verveelde het andere meisje zich ook. Het enige wat ze scheidde was een wand van glas. Annette ging op een dag heel dicht bij de spiegel staan. Het andere meisje deed hetzelfde. Het andere meisje ging ook met haar gezicht tegen de spiegel aan staan. Annette lachte en riep hard: "Hallo." Het andere meisje deed precies hetzelfde. Annette strekte haar hand uit naar voren en het meisje deed hetzelfde. Annette deed haar ogen dicht en beeldde zich in dat ze de hand vastgreep en een pas naar voren deed door de spiegel. Ze deed haar ogen open. Ze was echt naar de andere kant van de spiegel gegaan. Geschrokken keek ze om zich heen. Ze keek het andere meisje aan en vroeg: "Wat is er gebeurd?" Die keek net zo geschrokken terug en vroeg hetzelfde. Geen idee, zeiden Annette en het meisje tegelijk. Annette liep naar de spiegel. Het meisje deed hetzelfde. Ze keken allebei door de spiegel naar de kamer waar Annette zo even nog was. Annette werd heel treurig. Waarom was ze hier naartoe gekomen? Hier was alleen maar een dom meisje dat haar precies nadeed. Ze wilde meteen terug naar haar eigen kamer, maar er was niemand aan de andere kant. Er was niemand die haar hand kon pakken en haar naar de andere kant kon halen. Ze was gevangen met haar eigen spiegelbeeld in de wereld achter de spiegel. B-U-U-R-T Buurt D-O-N-K-E-R Donker N-A-A-M Naam R-I-D-D-E-R Ridder O-M Om S-T-E-M Stem Je hebt het goed. De theatervoorstelling op school was een groot succes geweest. De andere klassen waren vol lof over het toneelstuk. En Mickey was de beste vertolker van de priesterrol die ze ooit gezien hadden. Mickey maakte zich snel uit de voeten en ging naar huis, zonder zijn vriendje Flo. Hij wist dat hij beloofd had om 9:00 uiterlijk thuis te zijn. Anders zou zijn moeder ongerust worden. Nicky liep tussen de donkere gebouwen en zijn voetstappen weer klonken op de straat. Een mistlaag was neergedaald over de stad en er was op straat geen hond te zien. Wie liep er dan ook alleen op straat in deze buurt op een koude novembernacht? Nicky voelde een rilling over zijn rug lopen. Een oud verhaal over deze buurt viel hem plots in. In deze buurt woonde vroeger een man met zijn kleine neefje. Op een mistige najaarsavond in november had de man zijn neefje op pad gestuurd om wat bier te halen bij de winkel. Het neefje was nooit meer teruggezien. De oude man was gebroken en was er nooit achter gekomen wat er met zijn neefje was gebeurd. Kort daarna stierf de man van verdriet. Alleen zijn geest kon niet rusten. Elke nacht wachtte hij tevergeefs op de thuiskomst van zijn neefje. En als het donker was en er liep een kind alleen op straat, dan ving hij het kind om het nooit meer los te laten. Nooit meer! Nicky hoorde plotsklaps voetstappen achter zich. Hij draaide zich om en schrok zich een hoedje. Hij zag een oude man lopen in de mist, vlak achter hem.
Nicky rende hard weg, zo hard als hij kon. Maar de voetstappen bleven achter hem aankomen. Nicky rende nog harder. De oude man kuchte en zuchtte en zwaaide met zijn armen. Daar hoorde hij een bekende stem zijn naam roepen. Nicky was doodsbang. Hij kende die stem toch? Hij besloot te blijven staan en te zien wie het was. De oude man kwam dichter en dichterbij. Tot Nicky hem herkende. Het was zijn vriendje Flo. Flo had in het toneelstuk de rol van een oude dolende ridder gespeeld en had zijn kostuum in de haast om achter Nicky aan te gaan nog half aan. Nicky lachte hard om wat er gebeurd was. K-A-M-E-R Kamer. B-E-N-E-N Benen. G-R-I-J-N-S Grijns. M-U-U-R Muur. Negen kaarten gekregen. Schud deze.
Weet je het nog? Uit twee kleine woorden wordt één groot woord samengesteld. Veel plezier. Oorring. Joehoe! Ik heb mijn staart terug! Wat ben ik blij! Bedankt, hè! Hobbelpaard. Echt ongelooflijk! Moederdag. Ja, precies. Dat is toch logisch? Om de kaarten te schudden druk je op deze knop. Een samengesteld woord bestaat uit twee kleinere woorden. Als je bijvoorbeeld appel en taart samenvoegt, ontstaat het nieuwe woord appeltaart. Probeer eens. Welk woord ontstaat er als je water en meloen samenvoegt? Heb je watermeloen gezegd? Dat klopt. Als je hier weg wilt, klik dan op het stopteken. Als je hier weg wilt, klik dan op het stopteken. Als je hier... Oh nee, hier weer. Deze plek bezorgt me koude rillingen. Je bent dus niet bang voor spoken, hè? Dat is goed. Want ik heb jou wel een paar enge, kleine, griezelige verhaaltjes te vertellen. En we zouden niet willen dat je bang werd. Of wel soms. Maar eerst moet je de sleutelwoorden zoeken die in de balk hieronder staan. In de woordenbrei hier op de muur. En wees een beetje snel, want voordat de zandloper leeg is, is het spel voorbij. Wanneer je alle woorden hebt gevonden die onder op de balk op deze muur hier staan, dan vertel ik jou mijn enge griezelverhaal. Dus zoek de juiste letters om het woord te spellen, als je durft. Echt moeilijk. Je moet wel een woordtovenaar zijn om dit goed te doen. T-A-N-T-E, tante. D-R-U-K, druk. Z-E, ze. O-G-E-N,
ogen. T-R-E-I-N Trein. M-O-O-I Mooi. Zeer goed. Tijdens de paasvakantie mocht Suzanne voor het eerst alleen naar haar tante in de stad gaan. Haar moeder had haar naar het station gebracht en Suzanne had een mooi plekje uitgezocht in de trein, vlak bij het raam. De reis zou 3 uur duren, maar die waren zo voorbij. Ze at haar boterhammen en keek uit het raam en speelde Tetris. Vlak voordat de trein het station inreed, pakte ze alles snel bij elkaar en stond klaar bij de uitgang. De trein stopte en Suzanne was er als eerste uit. Wat waren er veel mensen. Ze zag haar tante niet meteen. Ze had geleerd om niet weg te gaan van de plek waar ze had afgesproken en te wachten tot haar tante haar zou ophalen. Ze wachtte en wachtte, maar geen tante te zien. Langzaam werd het station leger en leger. Het was net zo druk geweest en nu was er niemand meer. Er zaten alleen nog wat zwervers op een bankje. Haar tante was nergens te zien. Was haar vergeten? Ze kreeg het koud. Ze wachtte nog een half uur. En toen besloot ze haar moeder op te bellen. Ze zou toch niet op het station moeten overnachten? Ze liep voorzichtig het perron af. Ze besloot toch nog maar even te wachten. En ging op een bankje zitten waar ze het hele perron kon overzien. De rails lagen er angstig verlaten bij. Alleen reizen vond ze toch niet zo leuk. Plots hoorde ze een stem achter zich. En, mevrouwtje, helemaal alleen in de grote stad. Zal ik je naar huis brengen? Mijn auto staat voor het station, zei de man. Ze draaide zich om en zag een oude, gebochelde man met een vertrokken gezicht. Hij probeerde te glimlachen met zijn scheve tanden en vreemde, uitpuilende ogen. Maar dat maakte het alleen maar enger. Wat moest ze zeggen? De man zei dat haar moeder hem gestuurd had om haar op te halen. Suzanne was doodsbang. Ze wilde wegrennen, maar wat dan? Wat moest ze doen? Plotseling zag ze haar tante het perron opkomen rennen. Ze had in de file gestaan en daarna ook nog geen parkeerplaats kunnen vinden. Suzanne zuchtte diep. Ze draaide zich om en wilde de man uitlachen. Maar hij was nergens meer te zien. G-R-O-N-D Grond. L-I-E-B Liep. M-A-G-E-R Mager. W-O-R-T-E-L Wortel. R-A-A-N Kraan. Je hebt het goed. Daniel was klaar met onkruidwieden. Zijn handen deden pijn, omdat hij de planten er met wortel en al had uitgetrokken. Ik had gewoon de hele tuin moeten omploegen, dacht hij. Terwijl hij zijn handen onder de kraan op het terras waste.
Opeens hoorde hij een stem achter zich. Jonge man, je hebt goed werk geleverd. Ik zou het heel erg fijn vinden als je mij ook met mijn onkruid zou willen helpen. Daniel draaide zich om. Voor hem stond een oude vrouw. In haar handen had ze een zakdoek die met geel kant afgezet was. De vrouw was erg mager en haar haar was witter dan wit. Hier is mijn adres. Ze gaf hem een papiertje. Kom maar op zaterdag. Je moet deze straat helemaal uitlopen tot je de stad uit bent. Daar is het. Ik betaal je 5 gulden. Wanneer je ook op mijn stukje grond het onkruid weghaalt. Daniel pakte het papiertje en draaide de kraan dicht. Toen hij zich weer omdraaide was het oude vrouwtje verdwenen. En het enige wat je nog kon horen was de wind door de bomen. Het was zaterdag en Daniel ging op weg. Op het papiertje stond laatste rij 13. Hij liep de lange straat uit tot aan de stadsrand, maar het enige dat hij kon vinden was een kerkhof. Merkwaardig, dacht hij. Maar toen zag hij het graf met nummer 13. Het was overwoekerd met onkruid. Daniel werd er bijna onwel van, maar de oude vrouw was zo vriendelijk geweest dat hij toch begon met onkruid wieden. Toen hij klaar was, bemerkte hij op het graf een met geel afgezette zakdoek. Hij was samengeknoopt. Hij maakte de knoop los en vond 5 glanzende guldens. L P L P A K P L A N K plank. D O O S doos. D I E die. V O N D vond. S T R A K S straks. B-E-D, bed. Gefeliciteerd. Puzzel opgelost. Op de bodem van deze doos vind je een grote verrassing, stond op de doos met vissticks. Op de achterkant stonden kapitein Orgie en zijn matroos afgebeeld. Dina wilde de verrassing graag hebben. Hij was voor haar, vond ze. Maar toen haar broer haar vader riep, leek Dina ernaast te grijpen. Ditmaal is de verrassing voor Floris, zei haar vader. Jij hebt hem de laatste keer gekregen. Hij pakte de doos en zette die boven op de keukenkast. En Dina moest naar school. Die nacht droomde Dina van kapitein Orgie. Hij fluisterde, kom naar de keuken. Ik heb nog veel mooiere verrassingen voor je. Dina stond op haar bed en sloop in het donker naar de keuken. De maan scheen door het raam naar binnen en gaf de keuken een zilverachtige gloed. Daarboven op die plank stond een doos. Kapitein Orgie knipoogde naar Dina en zijn matroos wenkte haar dichterbij. Dina ging op een stoel staan. Ze tilde de doos naar beneden en stak haar hand in de doos. De verrassing zit helemaal onderin, hoorde ze kapitein Orgie zeggen. Straks heb je je verrassing. Dina stopte haar hand dieper in de doos en ze hoorde de matroos giechelen. Wat? Iets beet in haar arm. Er kwam nog wat geknabbel en gerommel uit de doos. En toen was Dina verdwenen. M-A-A-R. Maar. Z-E-K-E-R. Zeker. A-L-S. Als. A. M, F, M, A, A, N, Maan, E, C, H, T, Echt. Q, O,
ook. Je hebt het goed. Toen Lisa op een keer 's avonds naar huis toe liep, besloot ze om wat tijd uit te sparen door een snellere weg te nemen via het bos. Ze had deze route wel vaker gelopen en kende hem ook als haar broekzak. Het was al donker geworden, maar als ze snel was, zou ze toch nog op tijd thuis zijn. De weg was moeilijk zichtbaar en het viel haar op dat het in het bos toch wel erg donker was, ondanks dat de maan volop scheen. Ze liep de bocht om en tot haar grote verbazing en schrik zag ze vuur branden. Lisa was verstijfd van de schrik. Drie heksen dansten bij een groot vuur. Ze zongen en wierpen kruiden en drankjes in het vuur. De vonken vlogen huizenhoog. Heel stilletjes wilde Lisa weglopen. Maar de heksen keken om. De drie schreeuwden: "We zijn ontdekt!" Lisa wilde wegrennen, maar haar benen waren als verlamd van schrik. En heel snel, zo snel als geen mens dat had kunnen doen, stonden ze om Lisa heen. Ze bibberde van angst. "Alsjeblieft, doe me niks, laat me gaan," zei Lisa. "Ik zal niemand vertellen dat jullie hier waren, dat zweer ik." De heksen keken elkaar aan en de eerste zei: "Hoe kunnen we er zeker van zijn dat ze niet vertelt dat wij hier waren? We moeten ervoor zorgen dat ze zwijgt over ons." "We kunnen haar tong uitsnijden," zei de tweede heks. "We kunnen haar in een boom veranderen," zei de derde. Lisa begon te huilen. "Nee," zei de eerste, "ik weet iets veel beters. We moeten er zeker van zijn dat ze ons niet verraadt." De heksen keken elkaar aan en begonnen in heksentaal met elkaar te praten. Lisa beefde van angst. Plots was het stil en begonnen de heksen allerlei spreuken en kruiden naar Lisa te gooien. Ze zongen een toverspreuk. De eerste heks zei tegen Lisa: "We hebben je de mogelijkheid om te vliegen geschonken. Dat zal je zeker bevallen, maar wanneer je ons verraadt, komen we terug en nemen we je het af." Voor Lisa het wist, begon ze langzaam te zweven. En ja hoor, ze kon echt vliegen. Ze vloog hoog over de bomen en zag in de verte de huizen liggen. De sterren leken te schitteren en de maan leek van zilver. Het was het mooiste wat ze ooit had meegemaakt. Van nu af aan vloog ze elke nacht en vertelde niemand over de heksen uit angst dat ze haar gaven zouden afnemen. Niemand zou van haar horen over die heksen. En wanneer je bij volle maan naar buiten kijkt en je ziet een zwerm zwarte vogels vliegen, dan is het misschien Lisa die met de drie heksen hoog door de lucht vliegt. G-O-E-D. Goed. M-E-N-S-E-N. Mensen. Z-I-E-N. Zien. K-E-E-K. Kijk. S-A-M-E-N. Samen. Gefeliciteerd. Puzzel opgelost. Toen het reuzenrad op het hoogste punt stopte, drukte Henkie zijn gezicht voorzichtig tegen het raam. Hij hield het speelgoedkonijn stevig tegen zijn borst. Zijn cabine was helemaal voor hem alleen. De cabine schommelde nog wat heen en weer. Hij keek voorzichtig naar beneden. De mensen waren allemaal erg klein en zelfs de grote draaimolen, waar hij even daarvoor met ontzag naar had gekeken, was erg klein geworden. Bij een van die kleine tentjes had hij net zijn konijn gewonnen. Het reuzenrad was zijn volgende keus geweest. Het was een prachtig oud reuzenrad in de vorm van een spinnenweb. Hij keek goed naar de constructie. Alle balken kwamen in het midden samen. Wat was dat toch voor iets in het midden? Dat grote bruin behaarde ding. Het hing in het midden en kwam langzaam in beweging. Het was een reuzenspin en hij klom naar hem toe. Hij drukte het konijn tegen zijn borst en keek angstig om zich heen. Hij kon nergens naartoe vluchten.
Zag niemand anders die spin dan? Iemand daar beneden moest hem toch zien en de politie waarschuwen. Hij schreeuwde het uit. Waarom bewoog het dat niet, zodat hij naar beneden kon? Plots drongen een aantal harige poten zijn cabine binnen. Ze drukte het raam in één keer stuk. Henkie schreeuwde van angst, maar niemand hoorde hem in het feestgedruis op de kermis. Hij voelde de poten rond zijn nek en voelde tegelijkertijd dat het reuzenrad weer ging draaien. Een reuzenspin is nooit gevonden in het reuzenrad. En in de cabine met het kapotte raam vond men niets anders dan een speelgoedkonijn. Door een van de kermisgangers verloren. A-N-G-S-T-I-G. Angstig. K-E-E-K. Kik. D-A-H. D-C-D-A-C-H-T. Dacht. R-O-N. R-O. R-O-N-D. K-W-A-M. Kwam. H-E-T, het. K-A-M-E-R, kamer. R-O-N-D, rond. Je hebt het goed. Had moeder nou nooit op een stofzuiger, dacht Peter. Wat zou er toch aan de hand zijn? Hij liep zijn kamer uit en ging naar beneden. In de woonkamer zag hij dat pa en ma zich hadden verstopt achter de bank. Ze keken angstig naar de stoel. Waar kwam toch die herrie vandaan? Was er nog iemand anders in de kamer? Iemand die aan het stofzuigen was? Peter keek de kamer rond. Pa schreeuwde naar Peter van achter de bank vandaan. Haal de buren! Terwijl Peter naar zijn vader keek, kwam de stofzuiger achter de stoel tevoorschijn. Aan de voorkant van het apparaat gingen de lichtjes gevaarlijk aan en uit. Stof vloog door de kamer. Blijf waar je bent, schreeuwde Peter. En hij stoof naar buiten. Eigenlijk vond hij het belachelijk dat zijn eigen ouders verscholen zaten achter de bank en zo bang waren voor een simpel stofzuigertje. Het enige wat je hoefde te doen, was naar de andere kant van de kamer lopen en de stekker uit het stopcontact achter de kast halen. In een grote boog wilde Peter om de stofzuiger heen lopen. Maar terwijl hij dat deed, draaide de stofzuiger zich snel naar Peter om. Hij kwam op hem af. Peter bleef van schrik stilstaan. Hij had nog net de tegenwoordigheid van geest om naar de kast toe te springen. En terwijl hij er naartoe rende, kwam de stofzuiger al achter hem aan. Peter dook naar de grond om de stekker uit het stopcontact te halen. Hij zag het snoer uit de stofzuiger komen. Hij pakte het vast en keek naar het stopcontact. Wat hij toen zag, liet zijn hart bijna stilstaan. Het snoer zat er helemaal niet in. Peter hoorde de stofzuiger. K-O-O-R-T-S, koorts. K-E-E-L, keel. G-R-O-N-D, grond. B, E, D, bed. P, L, A, N, T, plant. A, D, E, M, adem. Gefeliciteerd. Puzzel opgelost. Max
Max lag ziek in bed. Hij had koorts en zijn keel deed heel erg zeer. Het enige voordeel was dat hij niet naar school hoefde. Zijn moeder bracht hem ontbijt op bed en zei dat hij moest proberen wat te slapen. Ze zei verder nog dat ze wat werk in de tuin ging doen en dat hij haar moest roepen als er iets aan de hand was. Max deed zijn ogen dicht nadat hij zijn moeder de trap af hoorde lopen en was bijna ingeslapen toen hij iets hoorde ritselen. Hij keek rond in zijn kamer en zag de plant op de vensterbank bewegen. Hij groeide steeds sneller en sneller en de plant werd steeds groter. De bladeren groeiden in zijn richting. Het was alsof er slangen op hem afkwamen. Ze kropen over de grond en kropen langzaam zijn bed in. De plant had het duidelijk op hem voorzien. Hij wilde schreeuwen, maar zijn stem liet hem in de steek. Hij had toch meer keelpijn dan hij dacht. De bladeren kropen zijn bed in en om zijn voeten heen. In doodsangst probeerde hij de bladeren van zijn benen af te trekken. Hij hoorde zijn moeder op de gang en probeerde nog een keer te schreeuwen, zo hard als hij kon. Zijn moeder hoorde het gestommel en deed de deur open. Zo snel als ze gegroeid waren, zo snel, trokken de bladeren zich terug naar de vensterbank. De plant was weer net zo onschuldig als eerst. Zijn moeder stond naast het bed en vroeg of alles goed was. Max was buiten adem. Ja, zei hij. Maar ik wilde je vragen of je de plant in de vensterbank uit mijn kamer wilt weghalen. Vind je hem niet mooi? Vroeg ze. Ze pakte de plant en nam hem mee de kamer uit. Max wilde nog iets zeggen, maar voelde de pijn in zijn keel en hield zich stil. De NACHT Nacht WIND Wind VAAK Vaak MEN Men Rug. Je hebt het goed. Heb je het gehoord? Daar is het weer, dat geluid. Het komt van buiten de klerenkast. Toen ik heel klein was, vertelde men het verhaal al van het wezen dat bij de klerenkast leeft. Elke nacht slaapt het voor onze klerenkast. Je kunt horen hoe het zich in zijn bed omdraait. Je denkt dat je de wind hoort waaien, maar het is een adem. Je hoort alles kraken wanneer het zich beweegt. Vaak, heel vaak, gaat de deur plots open en dan schiet het kippenvel over mijn rug. Hij grijpt dan met zijn naakte hand naar binnen en pakt dan van alles. Vaak wordt er ook van alles naar binnen gegooid. Vaak raakt hij je daarbij en doet hij je pijn. Je siddert van angst in een hoekje met je handen voor je ogen, hopend dat je deze nacht overleeft. Je zit doodstil in de hoop dat hij je niet ontdekt en dat je niet gegrepen wordt. Luister dan toch, daar is hij weer. Lawaai, snel, kom hier, verstop je in de hoek. Er is niks engers voor ons kleine ongedierte dan dat wezen dat daar buiten de klerenkast leeft. A-L-L-E-E-N Alleen T-A-N-D-E-N Tanden A-A-R-D-E Aarde Z-I-N,
Zin V. V A. V A. A. V A L. Val. Zeer goed. Barbara liep naar het skelet van de mammoet in het midden van de zaal. Wat waren zijn slagtanden lang? In het stenen tijdperk hadden mensen op deze dieren gejaagd. Barbara kon zich bijna niet voorstellen. De dinosaurus in de volgende zaal was zelfs nog veel ouder. Deze gigantische dieren leefden lang voordat er mensen op aarde waren. En dat was maar goed ook, want ze zagen eruit of ze Barbara in één hap konden verslinden. Behalve Barbara was er niemand meer te zien in het museum. Het was bijna sluitingstijd en ze hoorden dus een poos al dichterbij komen. Barbara had geen zin om naar huis te gaan en ze hoorde de voetstappen zich langzaam verwijderen in de verte. Ze was nu alleen, alleen in het museum. Buiten werd het donker. Plotseling hoorde ze een knarsend geluid. Ze draaide zich om en zag dat de dinosaurus zijn hals bewoog. Langzaam strekte hij zich uit en opende zijn enorme kaken. Zijn scherpe tanden leken te fonkelen in het maanlicht. Barbara deed een stap achteruit en wilde wegrennen, maar twee enorme slagtanden kwamen haar vanuit de andere zaal tegemoet. Barbara wist dat ze in de val zat en begon heel hard te gillen. Maar er was niemand meer in het museum. Ze deed haar ogen dicht en wachtte tot ze de tanden van de dinosaurus in haar nek zou voelen. H-U-I-L-E N Huilen. S-P-O-O-K Spook. B. D. E. D. Deed. W. I. N. D. Wind. B-O-D, B-O-O-M, boom. Je hebt het goed. Midden in de nacht werd Katja door een harde klap uit haar slaap wakker geschud. Het leek alsof het huis in elkaar stortte. Even later hoorden ze de regen hard naar beneden kletteren. De wind huilde en ze wist dat er een stevig onweer was losgebarsten. Hopelijk zou het snel voorbij zijn. Een bliksemflits verlichtte haar kamer en deed de posters in haar kamer oplichten. Daarna volgde weer hard dondergerommel en de boom buiten haar raam kraakte. Katja luisterde naar het gekletter van de regen en probeerde wat te kalmeren. Ze hoorde zachtjes kloppen. Dat moest een tak van de boom zijn die tegen het raam tikte. Katja probeerde in slaap te vallen. Daar hoorde ze weer geklop. Dat kon die boom niet zijn. Het kwam uit de richting van de deur. De deurknop werd van buitenaf langzaam omgedraaid. De deur ging open. En daar zag Katja met ontsteltenis hoe een witte gedaante haar kamer binnenkwam. Ze durfde niet te ademen. Het spook was haar kamer binnengeslopen en kwam nu op haar bed af. Ze wilde schreeuwen, maar uit haar mond kwam alleen wat hees gepiep. Ik kan niet slapen, zei het spook. En Katja herkende de stem van haar broertje, die zich in een laken had gehuld en bij haar in bed wilde kruipen. R.
T. Hart. B-E-D-I-E-N-E. B-E-D-I-E-N-D-E. Bediende. B. B-O-Z-E. Boze. N-O-G. Nog. V-O-L-G. Volg. Gefeliciteerd. Puzzel opgelost. Dat is toch heel eenvoudig, zei Sabine, toen ze hoorde wat voor test haar vrienden voor haar bedacht hadden om haar moed te bewijzen. De anderen volgden haar op enige afstand toen ze de trappen van het kasteel opliep. Nog voordat ze kon aankloppen, werd de oude deur onder geknarst en gepiep een klein stukje geopend. Haar vrienden renden bang weg. Ja? Kan ik u helpen? Vroeg de gebochelde bediende door de kier in de deuropening. Ik wilde graag uw goede geest ontmoeten, vroeg Sabine vriendelijk. Volg mij, zei de bediende. Hij hinkte met een brandende kaars in zijn hand voor haar uit door de donkere gangen en Sabine volgde hem met kloppend hart. Er waren alleen maar vreemde apparaten en gereedschappen te zien in de ruimte waar ze naartoe geleid werd. En waar is nu die goede geest? Vroeg Sabine. De bediende wees op de boekenplank. Daar stond een fles waarin een lachende geest gevangen zat. Sabine voelde de rilling in haar lijf en zag dat er kippenvel op haar armen ontstond terwijl ze zich naar de bediende omdraaide. Voor haar stond een reusachtige geest met groene ogen die satanisch schreeuwde. En ik ben de boze geest. G-E-M-E-E-N. Gemeen. B-E-E-L-D. Beeld. H-A-N-D-E-N. Handen. Z. Z-I-C-H. Zich. K-N-O-P. Knop. J-E. Je. Je hebt het goed. Handen af van mijn toverapparaat, schreeuwde oom Bernard. En griste het fototoestel uit Michiels handen. Michiel wist dat zijn oom weer eens een van zijn fantastische verhalen zou gaan vertellen. Ja, echt waar. Dat is een toverapparaat. Dat heb ik van mijn moeder geërfd, begon oom Bernard. Het is het enige exemplaar. Er is er maar één van gemaakt. Als je daar iemand mee fotografeert, wordt hij door de lens opgeslorpt en is hij voor altijd in het beeld gevangen. Je mag daar nooit iemand mee fotograferen, waarschuwde hij. Maar Michiel geloofde zijn oom niet. Hij verzon zijn verhaaltjes gewoon waar je bij stond. De volgende dag pakte hij stiekem het fototoestel, sloop van achteren op hem af en riep vrolijk, lachen! Zijn oom draaide zich verschrikt om en Michiel drukte op de knop. Een felle flits vulde de kamer en oom Bernard was verdwenen. Michiel gaf de foto later aan de politie. Het was het laatste beeld van oom Bernard. En op de foto zag je hoe oom Bernard vertwijfeld uit een onzichtbare ruimte probeerde te breken. Michiel smeekte zijn moeder het fototoestel niet weg te gooien, als herinnering aan oom Bernard.
Je kunt nooit weten wanneer je het nog eens nodig hebt, zei hij en lachte gemeen. V-I-E-L Wiel H-I-E-R Hier J-E-U-K Jeuk R-E-N-D-D R-N-R-E-N-D-E Rende Gefeliciteerd Puzzel opgelost. Als je altijd maar computerspelletjes speelt, word je op een dag zelf een computerspelletje, zei Walters moeder. Maak tenminste je huiswerk voordat je met je computer gaat spelen. Walter deed de computer uit en ging naar zijn bureau. Voor rekenen moest hij maar een paar sommen maken. Die waren snel gemaakt. Voor taal moest hij ook maar een paar lesjes leren en al snel was hij helemaal klaar met zijn huiswerk. De computer kon weer snel aan. Het spel was echt heel spannend. De jonge ridder moest de schat vinden die de driekoppige draak geroofd had van de koning en die hij verstopt had in zijn kasteel. Walder moest snel zijn. Hoe langer hij bezig was met het zoeken, des te meer diamanten zou de draak van de schat opeten. Hij rende door de donkere gangen. Achter elke hoek, achter elke deur, schuilde er gevaar. Pas op, daar was een diepe put waar je overheen moest springen. Hij sprong erover. Hij draaide zich om en daar was een verschrikkelijk eng skelet dat op hem afkwam. Het leek allemaal zo echt. Het zwaard leek in Walters eigen hand te zijn. Hij hakte op het skelet in dat na een hevig gevecht uit elkaar viel. En nu? Hier was een splitsing. Waar moest hij naartoe? Linksaf? Rechtsaf? Walter koos voor de linkergang. Hij ging de hoek om. En jawel, daar was de draak. Hij spuugde vuur en probeerde naar hem te happen met zijn machtige kaken. Walter sloeg met zijn zwaard wild om zich heen. Het eerste hoofd viel eraf met één hou. Nu nog de twee andere. Walter was een geduchte tegenstander voor de draak. En al gauw werd het tweede hoofd eraf gehakt. De draak was bijna overwonnen. Walter moest nog even doorzetten. Hij zette nog een keer aan en met een snelle slag viel het derde hoofd. De draak was verslagen. God zij dank. De draak was dood. In een hoek lag de zak met de schat. Walter moest zich haasten, want de doornstruiken groeiden. Als de draak dood was, zouden ze helemaal om het kasteel groeien. Hij rende door de gang terug naar de ingang. Hij was er al bijna. De struiken waren bijna helemaal om het kasteel ingegroeid. Met zijn zwaard moest hij zich een weg banen door de struiken. Hij hakte en verwondde zich meerdere malen. Maar opeens was hij eruit. Nu kon hij naar de schat kijken. Er was maar een handjevol diamanten weg. Dat was tot nu toe de beste score die hij ooit had gehad. Walter hoorde zijn vader schreeuwen. Het was tijd voor het avondeten. Verwonderd keek Walter om zich heen. Wat een avontuur. Hij wreef zijn ogen uit. Het leek net alsof het echt gebeurd was. Het was net of hij persoonlijk de draak had verslagen. Bij het avondeten krabde Walter aan zijn arm. Hij had heel erg een jeuk. En hij rolde zijn mouw op. Plotseling vielen er een paar dorens op de tafel. Z-O-N-D-E-R Zonder W H-O-O-F-D W-A-S Was R-U-I-T-E-R Ruiter M-A A-N Maan Zeer goed. De oude ophaalbrug die over de rivier ligt, vertelt men dat er bij volle maan een ruiter te zien is.
Men zegt dat hij groot en slank is en dat hij geen hoofd heeft. Op een zwart paard rijdt hij heen en weer over de brug. Je hoort zijn geweeklaag boven het geluid van de rivier uit. Het klinkt als een wolf die naar de maan huilt. Voor hem op zijn zadel ligt een tas. Wie is deze rijder zonder hoofd? En wat heeft hij in zijn tas? Ik zal het je vertellen. Stefan was een schuchtere bakker. Iedereen in de stad mocht hem graag. Op een avond in augustus ging hij dansen en verloofde zich met Elisabeth. Deze dame was echter jammer genoeg al verloofd. Met Albert de Smit. Maar toen deze merkte dat Elisabeth ook gevoelens had voor Stefan, werd hij boos. Hij was jaloers en achtervolgde Stefan toen hij na een avond dansen op zijn paard naar huis reed. Precies midden op de brug stond Albert te wachten en sloeg met één zwaai van zijn zwaard het hoofd van Stefan eraf. Toen Elisabeth erachter kwam dat Stefan dood was, sprong ze in de rivier en verdronk. Albert verliet de stad, achtervolgd door een woelende meute, en van hem werd nooit meer iets vernomen. Sindsdien rijdt Stefans geest elke volle maan over de ophaalbrug en roept klagend Elisabeths naam. En wat er in zijn tas zit? Wat denk je? Daarin zit natuurlijk zijn hoofd! K-N-O-R-R-E-N Knorren. H-A-A-K Haak. H-E-V-I-G Hevig. T-I-J-D Tijd. R-U-K Ruk. Je hebt het goed. Martina zat op de rand van de steiger. Ze liet haar voeten in het water bungelen. Ze had haar zelfgemaakte hengel in haar hand, maar tot nu toe had ze nog niets gevangen met haar nieuwe aas. Ook dit aas scheen het de vissen niet lekker te vinden, want ze had de hele dag nog niets gevangen, terwijl dit normaal wel een goed stekkie was. Verveeld keek ze over het water. Het leek of er onweer zou komen. Het gladde oppervlak van het meer veranderde en er kwamen allerlei golfjes op het water met witte schuimkoppen erop. Martina voelde een ruk aan haar hengel. Misschien eten we toch nog vis bij het avondeten, dacht ze, terwijl ze de hengel ophaalde. Deze schoot naar achteren en ze keek naar het haakje. Toen ze zag dat er nog aas aan zat, probeerde ze het nog een keer. Het werd tijd voor het avondeten en ze had toch wel honger gekregen. De tijd verstreek. Als er niet gauw iets bijt, dacht ze, ga ik naar huis. Haar maag begon te knorren. Plotseling voelde ze weer iets aan haar hengel trekken. Ze wachtte even en besloot na een paar seconden de lijn langzaam in te halen. De hengel boog gevaarlijk en er werd hevig aan getrokken. Haar dobber ging helemaal onder, dus het moest wel een hele grote vis zijn. Martina kon haast niet wachten en wilde de vis zo snel mogelijk op het droge trekken. Haar vader zou blij zijn met zo'n grote vis. Ze trok uit alle macht aan de hengel. Maar wat boven water kwam, was alles behalve een vis. Geschrokken liet ze de hengel vallen. De vieze groene hand die ze aan de haak had, verdween weer langzaam naar de bodem van het meer. Martina sprong op en rende zo snel ze kon naar huis.
Haar vader zou het vast nooit geloven als ze hem vertelde wat ze dit keer aan de haak had geslagen. P-L-A-F-O-N-D Plafond A-R M-E-N Armen V-O-L Vol T-R-O-K Trok K-U-I-P Kuip. Zeer goed. Laura hield het meest van een lang schuimbad. Daarom had ze ook niets aan haar moeder gezegd toen ze het flesje paarse badolie in haar grootmoeders kelder had gevonden. Ze veegde stiekem het stof van het flesje en stopte het in haar jaszak. Haar moeder had niets gemerkt. 'S avonds zei Laura tegen haar moeder dat ze een bad ging nemen en ze sloot zich op in de badkamer. Ze kleedde zich eerst uit, draaide de kraan open en goot een beetje van de paarse badolie in het lopende water. Het water kleurde roze en begon te schuimen. Laura ging in de badkuip zitten. Wat rook dat heerlijk! Waar het water de kuip instroomde, ontstond steeds meer schuim. Laura keek geboeid naar de berg schuim. De berg groeide en groeide. Eerst zag hij eruit als een grote taart, maar even later was het net een grote toren die boven het bad begon uit te stijgen. Als hij maar niet omviel. Laura had geen zin om de hele badkamer te gaan dweilen. Ze draaide de kraan uit. Toch bleef de berg groeien. Hij begon nu op een sneeuwman te lijken. Bovenaan was nu echt een hoofd te zien. En in het midden werd hij breder. En hij kreeg armen. Laura begon bang te worden. Voor haar stond een geest van schuim. Hij kwam nu bijna tegen het plafond aan. De geest sloeg zijn armen over elkaar en lachte naar Laura. Ze wilde uit het bad springen. Maar de schuimgeest drukte haar weer terug het water in. Ze wilde schreeuwen, maar ze had haar mond vol met schuim en kon geen adem meer krijgen. Opeens kreeg ze een idee. Ze reikte naar de stop en trok hem eruit. R-O-O-K Rook M-A, M-A, Mama. D, O, N, K, R, O, D, D, N, D, O. N, K, E, R, Donker. E-T-S iets. Je hebt het goed. Toen het zusje van Jonas de kelderdeur achter hem dichtsloeg, werd alles pikdonker om hem heen. Hij probeerde de deur nog vertwijfeld open te trekken. Laat mij eruit, schreeuwde hij nog. Ik kan helemaal niks zien. Maak de deur open of ik vertel het aan papa en mama. Zijn zusje lachte en Jonas hoorde hoe ze wegliep. Jonas ging op de trap zitten. Het was zo donker en het rook zo vies dat de kelder wel een gevangenis leek. Langzaam werd hij wat rustiger en hij besloot maar te wachten totdat de deur weer geopend zou worden. Opeens hoorde hij geruis. Het leek wel gefladder en iets van gekraak, alsof er iets gebroken werd.
Het geluid kwam uit de hoek van de kelder. Hij probeerde nog eens de deur te openen. Tevergeefs. Hij was een gevangene. Zijn ogen raakten langzamerhand wat gewend aan het donker. En hij kon zien dat er iets bewoog in de hoek van de kelder. Onrustig voelde hij met zijn handen langs de wand. Hij moest in elk geval een wapen hebben. Gelukkig vond hij ergens een zaklantaarn, waarvan de batterijen bijna leeg waren. Maar met het zwakke licht kon hij nog net iets zien. In de hoek stond een gigantische vogel met zijn rug naar hem toe. De vogel vrat met veel lawaai zijn buit op. Het dier draaide zijn kop om en het keek hem met zijn zwarte, uitdrukkingsloze ogen aan. Jonas kreeg er kippenvel van. Van schrik liet hij zijn zaklantaarn vallen en plotseling was het weer helemaal pikdonker in de kelder. Opeens ging de deur knarsend open. Opgelucht keek Jonas naar de vogel, draaide zich om en rende de trap op. Hij duwde zijn zus uit de weg. Deze keek Jonas verwonderd aan. Ze liep langzaam de trap af om te zien waar Jonas zo bang voor was. Toen sloeg Jonas de deur achter haar dicht. Zo zei de volgende buit van de vogel zijn. P-A-K-K-E-N pakken. T-A-F-E-L tafel. V-I-J-F vijf. A-L al. H-A-D had. Gefeliciteerd. Puzzel opgelost. Tommy huilde van woede toen zijn vader het huis uitging. Buiten scheen de zon. Maar Tommy moest in zijn kamer blijven. Tot hij alles opgeruimd had. Hij keek om zich heen. Al zijn boeken lagen over de grond verspreid, zijn wildstiften ook. Op bed lagen al zijn speelgoedauto's. Op tafel lag een puinhoop van papiersnippers en onderdelen van zijn modelbouwdozen. Het was echt hopeloos. Met deze puinhoop was hij wel zoet tot het avondeten. Tommy zette zijn knuffeldieren op de boekenplank recht. Hij zette Mike een muis op de schoot van zijn grote teddybeer. Daarnaast zijn konijn. En de kleine olifant. Aan de andere kant stond zijn clownpop. Die grijnsde. Tommy draaide het gezicht van de clown naar de muur. Dat deed hij iedere keer als hij opruimde. Want hij haatte die grijns. Maar op de een of andere manier was het clowns gezicht telkens weer naar de kamer gericht. Zodat Tommy de clown iedere keer weer moest omdraaien. Tommy kroop onder zijn bed. En raapte alle stiften op. Toen hij weer opstond, zag hij dat de benen van de clown heen en weer bungelden en dat de clown naar hem grijnsde. Maar hij had hem toch met zijn gezicht naar de wand gedraaid. Tommy wilde hem pakken en in een la wegstoppen. Maar opeens opende de clown zijn mond en begon te spreken. Ik kan je helpen. In 5 minuten heb ik alles opgeruimd en er zal nooit meer rommel in je kamer ontstaan. Maar je moet beloven dat je mijn gezicht nooit meer naar de muur draait. Tommy dacht aan het zonnige weer en buitenspelen en zei: ik beloof het je. Ik zal je nooit meer naar de muur draaien. Maar schiet nu op. In 5 minuten moet alles opgeruimd zijn. De clown groeide en werd zo groot als een mens. Hij pakte Tommy en zette hem op een stoel. Boeken, vultstiften en rommel vlogen door zijn kamer en na 5 minuten was alles werkelijk opgeruimd. Tommy keek als versteend toe. De clown grijnsde en zei: nu hoef ik er alleen maar voor te zorgen dat het hier geen puinhoop meer wordt.
Opeens werd Tommy zo klein als een knuffeldier. De clown tilde hem op, opende een van de laden en borg Tommy erin op. W-O-O-N-D-E Wonde. D-A-G-E-N Dagen. H. H-U-L-P Hulp. B-U-I-T-E-N Buiten. Zeer goed. Bart ging een paar dagen op bezoek bij zijn tante Frida, die in een groot oud huis woonde. Hij was nauwelijks aangekomen of hij rende naar buiten om de grote verwilderde tuin te bekijken. Ver achter in de tuin, verstopt achter een struik, zat een vrouw op een bank te huilen. Wie bent u? Vroeg Bart. En waarom huilt u zo? Ik ben de kokkin, zei ze en veegde haar tranen weg. Ik ben mijn ring verloren. Het moet hier ergens gebeurd zijn, maar ik kan hem niet meer vinden. Bart wilde haar helpen. Hij ging op zijn knieën zitten en zocht in het gras. Hij kroop de bosjes in en zag iets glimmen. Hier is hij, riep Bart en gaf de ring aan de vrouw. Ze bedankte hem hartelijk en ze zei: als beloning voor je hulp zal ik heerlijke koekjes voor je bakken. En Bart vond 's avonds inderdaad in zijn kamer een schotel met koekjes naast zijn bed. Toen tante Frieda hem goede nacht kwam wensen, vroeg ze Bart van wie hij die koekjes had gekregen. Die heeft de kokkin voor mij gebakken, omdat ik haar ring in de tuin had gevonden, antwoordde hij. Ze zijn super lekker. Probeer maar. Maar ik heb helemaal geen kokkin, zei zijn tante verbaasd. Lang geleden was hier wel een kokkin. Maar die is al lang, heel lang dood. B-E-Z-I-G Bezig. G-E-E-S-T Geest. Z-Z-Z-O-L-D-E-R Zolder. T-W-E-E-2 P-O-T Pot. Gefeliciteerd. Puzzel opgelost. Linda was bezig de zolder op te ruimen bij haar oma, toen ze twee potjes crème tussen de rommel vond. Op de een stond verdwijncrème. Op de ander stond afschminkcrème voor het verwijderen van verdwijncrème. Ze nam de deksel van de pot verdwijncrème en stopte haar vinger in de pot en smeerde die uit op haar hand. De crème rook vreemd. Linda wilde hem eraf gaan wassen, maar ze zag verbluft dat haar hand was verdwenen. Linda smeerde de crème ook op de andere hand en zag deze ook verdwijnen. Dat was pas cool. In de hoek stond een oude spiegel. Ze smeerde crème op haar gezicht en zag hoe haar wangen met rode blossen in het niets verdwenen. Ze pakte nog meer crème en smeerde zich net zo lang in totdat er niets meer van haar was te zien in de spiegel.
Je kon alleen de crèmepot in de lucht zien zweven. Linda rende haastig de trap af naar beneden en riep hard: "Verrassing!" Ze dacht dat iedereen flauw zou vallen van schrik. Maar niemand scheen haar te horen. Als ze iemand aanraakte, wuifde ze met een hand alsof ze een vlieg wegjaagde. Het was alsof ze een geest was, waarvan niemand bemerkte dat die er was. "Nou ja," dacht Linda en opende de deksel van de pot met afschminkcrème. Het had zo leuk kunnen zijn. Op dat moment zag ze dat de pot leeg was. S-C-H-O-U-D-E-R Schouder S-P-I-J-T Spijt Z-W-A-A-R-D Zwaard B-E-Z-E-M Bezen Zeer goed. Het was een koude nacht en de wind blies hard tussen de bomen door. Het feest in de kerk was afgelopen en de laatste gasten keerden huiswaarts. Het zou ieder moment kunnen gaan sneeuwen. Paul rilde, terwijl hij lichtstralen uit de koplampen van de auto's de grafstenen van het kerkhof zag verlichten. Hij liep weer de kerk in en sloot de deur achter zich. De meeste kaarsen waren al opgebrand. Hij moest opschieten met opruimen. Misschien was het toch niet zo goed geweest om hier een feest te geven. Hij keek naar de rommel. Ballonnen lagen op het altaar. Op de grond lagen papieren bordjes en bekertjes. Lege flessen lagen verspreid over de grond. Paul had er spijt van dat hij had gezegd dat hij alle rommel helemaal in zijn eentje op zou ruimen. Hij was de fles aan het verzamelen toen hij iets hoorde ritselen. Hopelijk zijn er hier geen spoken, dacht hij. Toen was het geritsel weer weg. Geen wonder dat ik bang ben, dacht hij. Wie zou dat niet zijn in een verlaten kerk naast het kerkhof midden in de nacht? Hij ging verder met opruimen. Weer hoorde hij geritsel. Hij pakte een bezem om zich te kunnen verweren. Hier zijn geen geesten, mompelde hij. Misschien is het een rat. Of gewoon de wind. Opeens hoorde hij een angstaanjagend gehuil. Paul draaide zich om. Wat was dat? Zei hij met bimmerende stem en hield de bezem voor zich uit alsof hij een zwaard vast had. Hij sloop voorzichtig naar het altaar en keek erachter. Er was niets te zien. Vanuit het niets voelde hij iemand op zijn schouder kloppen. Hij draaide zich langzaam om. Een rammelend skelet stond voor hem. Het is middernacht en nu is het tijd voor ons feest, klapperde het skelet en schudde zijn botten. Paul begon te trillen. Op de banken zag hij spoken dansen. Jij hebt hier niets te zoeken, schreeuwde het skelet. Paul rukte zich los. Hij rende en rende en het klapperende gelach van de skeletten achtervolgde hem nog ver nadat hij het kerkhof gepasseerd was. B-E-E-S-T Beest V-E-R-D-E-R Verder Z-U-S Zus G-E-E-N Geen H-E-T Het Je hebt het goed. Ellie was bijna ingeslapen toen ze iets in haar oor voelde. Het was de hete adem van een harig vies beest met honderden benen en rode oogjes. Ellie schrok en trok het dekbed over zich heen. Even later bedacht ze dat dat helemaal niet kon.
Dat soort beesten bestaat niet. Ik verbeeld het me alleen maar. Ze probeerden weer verder te slapen. Daar was het weer. Het schoof langzaam over de vloer in de richting van haar bed. Ze zag het beest weer en wist zeker dat het haar kwam halen. Ze ging diep onder de dekens liggen en drukte de kussens op haar hoofd. En hield zich stil, alsof ze er niet was. Ze wachtte, maar er gebeurde niks. Ze dacht na en zei tegen zichzelf dat het een enge boze droom was. Ze probeerde weer in te slapen. Ze was bijna weer ingeslapen toen ze een hand op haar schouder voelde. Ze wist nu zeker dat ze er geweest was. Het beest met de priemende ogen en de harige armen stond op het punt om haar te wurgen. Ze schreeuwde zo hard als ze kon. Haar vader hoorde het en rende naar haar kamer en stormde naar binnen. "Wat is er aan de hand?" zei hij. "Geen idee," antwoordde de zus van Ellie. "Ik wilde Ellie een nachtkus geven toen ze plotseling begon te schreeuwen." M-A-C-H-T Macht B-A-N-G Bang A-N-T-O Auto L-N-K-L-E-I-N Klein. Gefeliciteerd. Puzzel opgelost. Hij had elke boom kunnen uitzoeken, maar had juist deze gekozen omdat het leek alsof de boom lachte. Sasha wist dat zijn vader hem zocht en had hem in de verte horen roepen. Hij had besloten nog even gauw in een boom te klimmen en zich heel goed te verstoppen. Hij had nog helemaal geen zin om al naar huis te gaan en zou zijn vader lekker laten zoeken. Sasha dacht nog bij zichzelf, ik ga me hier voor altijd verstoppen, zodat mijn vader me nooit vindt. Op het moment dat hij dat dacht, begonnen de bladeren en de takken te bewegen. De boom kwam langzaam in beweging en begon met een enorm tempo te groeien. Steeds hoger en hoger, met Sasha erin. Al heel snel was alles beneden klein geworden en hoe hard Sasha ook probeerde naar beneden te komen, hoe harder de boom ging groeien. Sasha was bang en wist niet hoe hij uit de boom moest komen als deze door zou blijven groeien. Hij probeerde zich omlaag te laten vallen op een andere tak, maar op het moment dat hij dat deed, was de boom alweer hoger geworden. Zou hij ooit nog op de bodem komen? Zo had hij het niet bedoeld toen hij zich voor altijd in de boom wilde verstoppen. Hij was doodsbang. Plotseling merkte hij dat iets hem had vastgepakt. Nu heeft de boom me gepakt, dacht hij. Hij laat me nooit meer los. Hij pakte de stam met alle macht vast en schreeuwde om hulp. Hij trappelde met zijn benen in de hoop dat de boom hem los zou laten. Maar wat hij ook probeerde, het lukte hem niet. En hij moest de boom loslaten. Hij deed zijn ogen open en keek in het gezicht van zijn vader, die hem had vastgepakt. "Oh," zei Sasha, en hij was blij dat hij in de armen van zijn vader lag. Hij legde zijn hoofd op zijn vaders schouder, die niks zei, en naar de auto terugliep. Sasha keek over de schouder van zijn vader naar de boom waar hij uitgehaald was. Hij had zich alles alleen maar ingebeeld. Terwijl ze steeds verder van de boom liepen, keek Sasha nog één keer goed naar de boom. Het leek net alsof de boom stiekem lachte. K.O. M.I.D. D. E. N. Midden. A. V. O. N. D. Avond. K. 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 O. E. L. Koel. K-A-S-T
Slangkast. S-L-A-N-G. Slang. Je hebt het goed. Nog nooit was Alex zo blij geweest met een verjaardagscadeau. Hij vond het het leukste cadeau dat hij zich kon voorstellen. Hij had een slang gekregen. Alex noemde hem Thea. Thea woonde in een glazen kast. Alex zette de kast op de tafel in zijn kamer neer. De bodem was bedekt met zand, met daarin een boomstronk, waar Thea lekker op kon liggen. Alex hield zijn hand in de kast en aaide de slang. Ze voelde koel, maar levend aan. Thea scheen hem te mogen. Alex liet Thea over zijn vinger glijden. Ze was al zo lang dat Thea zich waarschijnlijk al 3 maal om zijn hand kon wikkelen. Het leek net een hele mooie, dure armband. Toen Alex 's avonds in zijn bed lag, dacht hij nog een lange tijd aan Thea. Wat zou ze nu aan het doen zijn? In haar kast? In het donker kon Alex dat vanuit zijn bed niet zien. Na een tijdje viel Alex rustig in slaap. Midden in de nacht hoorde Alex plotseling een luide knal. En er vlogen glasscherven door de kamer. Zijn kleine Thea was gegroeid en uit haar glazen kast gebarsten en kwam nu langzaam over de grond naar Alex toegegleden. Van schrik kon Alex zich niet meer bewegen. Thea kwam bij hem in bed en wikkelde zich langzaam om zijn nek. Hij zou straks stikken. Het was slechts een kwestie van tijd. Hij schreeuwde om zijn ouders, maar Thea trok haar lichaam nog strakker om de nek van Alex. Hij kon geen adem meer halen en het enige wat er nog uitkwam was een miserig schreeuwtje. Alex voelde zijn lichaam verslappen. De volgende ochtend was de politie vrij snel aanwezig. Het gebeurde niet vaak dat een jongetje midden in de nacht met zijn huisdier vluchtte. Ze zouden een grootscheepse zoektocht op touw zetten. De politie onderzocht alles, maar wat hun niet opviel, was het feit dat de wc-deur open stond. Het zou nog maanden duren voordat iemand aan de andere kant van de stad de slang uit zijn wc zag kruipen. In de tussentijd zouden er 's nachts nog wel meer jongetjes en meisjes verdwijnen, zonder dat iemand wist hoe. D-D-E-N Hadden B-L B-E-L Bel N-I-E-T Niet B-L I-J Blij H-A-R-T Hart O-U-D Oud Zeer goed. Op een dag ging Benjamin met zijn vriendjes belletje trekken. Meestal belden ze in hun veilige omgeving, maar vandaag hadden ze besloten dat als je een echte held wilde zijn, je op zijn minst een keer bij het huis van mevrouw Walter had moeten durven aanbellen. Iedereen had het een keer gedaan en nu was het Benjamins beurt. Niemand had haar tot nu toe echt gezien en er werd gezegd dat zij een heks was. Zijn vriendjes hadden zich verscholen in de bosjes aan de rand van het trottoir. Benjamin voelde zich opeens erg alleen. Het huis leek enger en groter dan eerst. Zijn hart klopte in zijn keel. Zag hij niet daar naast de deur een bezem staan? En al die spinnenwebben op de voordeur? Zou het waar zijn? Langzaam ging zijn hand naar de bel. Hij zou aanbellen en keihard wegrennen zonder om te kijken. Nog even. Plots viel de bezem om naast de deur. Hij pakte hem snel op en wilde al wegrennen, maar te laat. De deur ging open. Hij hoorde zijn vrienden wegrennen. Hij was nu alleen. Benjamin was verstijfd van angst. Een oud rond gezicht keek hem aan en begroette hem met een vriendelijke lach. Met bevende handen rekte Benjamin haar de bezem aan. Hartelijk dank, jongen.
Benjamin ontspande zich. Ze was dus toch geen heks. Hij draaide zich om en liep weg, blij zijn vriendjes uit te kunnen lachen over hun bange gedrag. Maar toen hij de straat opliep, voelde hij een windstoot. En hij zag nog net dat de oude vrouw hem als een razende op haar bezem voorbij vloog. E-V-E-N Even. H-O-U-T Hout. Z-A-G Zag. O O-R-O-G-G-E-O-G-E-N Ogen. K-E-V-E-R-S Kevers. H-U-I-S Huis. Gefeliciteerd. Sandra hield van kevers. Iedereen noemde haar het kevermeisje. Ze onderzocht alle kevers onder de loep. En als ze er een ontdekte die ze nog niet kende, pakte ze die voorzichtig op met een pincet en deed hem in een potje. In het potje had ze watten gelegd die in een giftige oplossing waren gedoopt. Als de kever ophield met bewegen, deed ze voorzichtig een lange naald in het lichaam van de kever, spieste hem op een blokje hout en zette hem in haar kast, waar haar gehele collectie stond. Op een dag was ze zoals gewoonlijk op zoek naar kevers. Ze keek onder elke grashalm en tilde elke boomstam op. Ze wilde een paar kevers vinden die ze nog niet had in haar collectie. Ze vond echter alleen maar kevers die ze al had. Ze besloot nog even verder te zoeken, want anders was haar hele dag verpest. Plotseling werd ze van achter gegrepen en hoog in de lucht getild. Ze wilde zich losworstelen, maar kon zich alleen maar omdraaien. Wat ze toen zag, kon ze niet geloven. Twee hele grote grijparmen hielden haar vast. Dit was de grootste kever die ze ooit had gezien. Hij was zo groot als een huis. En toen ze naar zijn ogen werd toegebracht, zag ze zichzelf wel 100 keer weerspiegeld. De kever deed langzaam zijn geweldige bek open. En Sandra wilde schreeuwen. Maar toen zag ze wat er eigenlijk de bedoeling was. De kever mompelde iets als... Interessant. Ken ik nog niet. Sandra schreeuwde zo hard als ze kon, want ze zag nu een heel erg groot glas met daarin een laag watten die verschrikkelijk stonk. Ze kende die geur maar al te goed.